culturele werkgroep Stijn die organiseert tot en met half mei een expositie in het Terpkerkje. De kunstenaars Margot Ome, Hattie de Boer, vullen de expositie stoer met hun kunstwerken. Verweerd, beschadigd, ruw, huid. Dit zijn de beschrijvingen die in je opkomen als je het werk van Hattie en Margot bekijkt. De huid die ontstaat bij de veroudering van materialen fascineert Margot en Hattie en inspireert hen tot hergebruik van een weggeworpen plaat verroest ijzer, oud papier en frames van lampenkappen. Zij vormen deze om tot een nieuwe beeldtaal waarbij de ruwe huid van het gebruikmateriaal een cruciale rol speelt in het ontstaan van nieuw werk. En we gaan u nu voorstellen aan de kunstenaars zelf en aan hun werken. De eerste kunstenaars die ik hier bij me heb is Margot Ome. Margot, wie is Margot Ome? Ja, Margot Ome is heel moeilijk in één woord te omschrijven. Maar ik zeg altijd, als ik iets moet zeggen waar ik, waarom ik kunst maak, is eigenlijk alles wat de wereld een klein beetje mooier maakt. En beter en leuker, daar word ik heel blij van. En dat bedoel ik eigenlijk zowel letterlijk als figuurlijk. Dus letterlijk met mijn kunst en design. En figuurlijk gewoon om mensen te kunnen helpen in de wereld. En dat is mijn grootste motivatie. En de expositie heet Stoer. Ja. Waarom is voor deze naam gekozen? Ja, dat is grappig dat je dat vraagt. Stoer, toevallig had ik die naam bedacht. En er komt ook weer... Ik hou gewoon wel van stoer, maar die pulp, die maak ik dus van koffiedrap, as, kalk, houtlijm zit er doorheen en papier. En ik vind dat die een hele stoere en oerse uitstraling heeft. En ik hou heel erg van puur en eerlijk, zeg maar. En toen dacht ik, weet je wat, Hattie, zullen we de expositie stoer noemen? Oer, weet je wel. En dus ik appte dat naar Hattie. En Hattie schreef terug, yes Margot, we are, weet je wel. Ik denk, hey, wat een leuke reactie van haar. Want haar werk vond ik ook heel stoer en oers. Dus zo is de naam Stoer geboren. We staan hier bij een van je kunstwerken in een schilderij. Is dat dan nou ook zo'n speciale techniek die je gebruikt? Wat heel kenmerkend is aan mij, ik ben eigenlijk zeg maar beeldhouwer van opleiding. En ik heb ook in de avonduren architectonische interieurvormgeving zeg maar daarnaast gedaan. Dus het is altijd bij mij ook een beetje een mengeling van kunst en design. Heel kenmerkend aan mijn schilderijen is eigenlijk dat ik ook vaak gebruik maak van bijenwas. En door die en heel veel lagen over elkaar heen smeer, waardoor er een soort diepte en een gelaagdheid, eigenlijk een soort huid ontstaat. Bijna een huid waar je onder zou kunnen kijken of doorheen zou kunnen kijken, die transparant is. Dat is, je thema zijn veelal menselijke gezichten, zie ik als ik even rondkijk. Ja, je hebt geen idee of geen interesse in natuur of noem maar op. Dit is vooral jouw thema. Dat is leuk dat je dat vraagt. Ik heb me echt bijna kapot gewerkt voor deze expositie, serieus, om het voor elkaar te krijgen. Want ik had zo'n duidelijk beeld in mijn hoofd hoe het moest worden. Ik had zoveel meer nog willen doen, maar het ontbrak me gewoon aan tijd, terwijl ik zoveel hulp van vrienden heb gekregen. Met dit schilderij, die heet Stargazing, van die staart van zich uit, die naar de sterren starend kijkend. Wat bedoel ik daarmee? Die kijkt eigenlijk, de ogen is mijn bedoeling dat ze een innerlijke rust uitstralen, maar het is ook de bedoeling dat ze het gevoel heeft van, Jezus Mina, waar vliegt die tijd, waar gaat die tijd snel? Die vliegt aan me voorbij, dat beangstigt me bijna, zeg maar. Ja, Margot, je doet ook wat met lampenkappen en met draadfiguren dan. De happy people, zoals jij het noemt. Wat zijn de gebruikte materialen en hoe kom je eigenlijk op het idee om dit te maken? Ja, ik zal eerst vertellen hoe ik kom op het idee om dit te maken. Ik had opeens heel erg de behoefte aan om iets te maken wat een symbool staat voor een hele vrolijke, ongecompliceerde, blije wereld. En dat zijn de happy people geworden. En ik wil er eigenlijk mee een soort van een lach bij mensen op het gezicht toveren. Wat eigenlijk voor mij ook een droom zou zijn, is dat ik zo'n happy people, ik moet er af en toe even naar kijken als ik vertel, hè, dat ik die op 3-4 meter hoogte ga maken, bijvoorbeeld een polyester materiaal of iets dergelijks. En dat die op een rotonde of in de buiten
lucht ergens zou kunnen worden geplaatst. Bijvoorbeeld op een rotonde bij een gemeente. Van, hey, welkom in, hier nu zijn we in Eurmond. Welkom in gemeente Eurmond. En dat daar zo'n happy people staat, zeg maar. En ik heb, ja, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik heb ze ook hele rare titels gegeven. En dan af en toe lig ik er zelf om in een deuk. Want die daar bijvoorbeeld, die heeft een sigaretje in de hand. En die heet dus Annetje met haar sigaretje. En mijn vriend, die zei van, maar goh, dat kun je niet maken in deze tijd. Annetje met haar sigaretje. Ik denk, ja, mooi wel, hilarisch. Maar goh, je had het net over werken met een beetje Franse invloed. Dit achter ons, dat heeft wel een beetje iets Frans-achtigs. Ja, dat klopt. Heb je goed gezien. Dat zijn kathedralen. Die zijn, ja, het zijn gotische kathedralen die geïnspireerd zijn op kathedralen uit Frankrijk. Het zijn niet echt dat je kunt zeggen het is die of die kathedraal. Het is een beetje een hersenspinsel van mij. Van een mix van verschillende door elkaar. Wat ik heel mooi vind om te vertellen is, dit zijn eigenlijk twee oude, best wel oude werken van mij. Oorspronkelijk is het een drieluik. Nummer 3 heb ik niet meer afgekregen om hier erbij te hangen. Vind ik jammer, maar goed, het is eenmaal zo. En ik wilde ze iets lichter hebben. En toen ben ik met name dat oranje schilderij, ze heette Custodian trouwens, die schilderijen. Poortwachters betekent dat. Ben ik helemaal opnieuw gaan schilderen. En ik zei tegen mijn vriend, Roy heet die, zei ik van, Roy, ik wil dat het... Dat het lijkt alsof het zonlicht zo op die kathedraal schijnt, dat het net lijkt alsof die kathedraal in lichter laaien staat. En ik vond het echt bijna eng, zo raar. Ik had dat gezegd en hij was af. En een half uur later hoor ik dat Notre-Dame in de fik staat. De volgende kunstenaar naast me en dat is Hattie de Boer. We staan hier bij een van uw werken. Dat heeft een titel. Ja, dat heet Op Drift. Ik heb deze gemaakt voor een solo tentoonstelling, What's Left. Maar de tentoonstelling ging ook over wat er gebeurde in de wereld. Ja, het lijkt wel of de halve wereld op drift is. Zoveel vluchtelingen, zoveel mensen, zoveel rampen, zoveel... En ja, dan ga ik verder nadenken en dan denk ik, maar zijn wij zelf ook niet een beetje op drift? In de zin van, waar denken we aan, wat doen we allemaal? En op een gegeven moment was deze er. Die stond al 2-3 jaar in mijn atelier. Want het is een verschrikkelijk mooi stuk hout. Komt uit de zee. Af en toe spoelt er een heel mooi stuk aan. En vaak vind ik het zonde om maar zoiets te gaan doen. Want ik heb maar een unica. Het is gewoon eenmalig. Dus het moet iets zijn. En voor die tentoonstelling klopte dat. Dus heb ik een schip gemaakt als een soort metafoor op drift. Om na te denken over, zijn we allemaal niet een beetje op drift zo langzamerhand. Had hij het kunstwerk waar we nu bij staan, dat heeft ook een titel? Ja, dat is Somewhere. Ergens. Ja. Ergens op de wereld. En het is aan ieders verbeelding waar dat zou kunnen zijn. Dat vind ik het mooiste van kunst. Het is niet af. Je kan altijd verder met je denken, met je gedachten. Wat voor iedereen verschillend is. Ja, en dit is dus een heel groot zinken tableau. En daar heb ik met allemaal stukken oud lood. Dit is zelfs geribbeld lood, ijzer. Heb ik een soort plaats gecreëerd. Wat ergens zou kunnen zijn. Dus daarom is het Somewhere. En heeft u daar nog speciale technieken voor? Want ik zie een gedeelte met nageltjes, schroefjes. Ik heb alles vastgeschroefd. De techniek was, kan ik het lassen? Nee. Want ik kan lood niet lassen. Op zinken ook niet. Kan ik het plakken? Nee, ik kan ook niet, want het is allemaal ongelijk. En dat vind ik juist het mooie, want dat geeft het relief eraan. Dus ik heb alles doorgeboord en vastgeschroefd. Dus er zitten heel veel schroefjes en moertjes aan de andere kant. Dit is ook een van uw kunstwerken, genaamd De Gelukszoeker. Het een hoort bij het ander, neem ik aan. Ja, het een hoort bij het ander. De Gelukszoeker, ik kreeg een heleboel van deze hoefijzers. Ik dacht, goh, wat mooi, wat zal ik ermee? Op een gegeven moment lees ik iets en dat gaat over zoeken naar geluk. Ik denk, oh ja, een hoefijzer staat natuurlijk voor geluk. Maar ik had er zoveel, ik denk,
ik ga maar eens verder. En toen kwam ik op de gelukszoeker uit. Een gelukszoeker. Ja, en mijn gelukszoeker is iemand die maar geluk blijft zoeken. En vergeten het leven te leven. Die zoekt maar door. Je ziet het ook, al het geluk wat hij gevonden heeft, is al verroest. Hij heeft daar niet mee geleefd. En hij is nog steeds aan het zoeken. Dus waar ben je mee bezig? Het gaat er dus om van, wees blij met een paar dingen die je wel geluk geven. En blijf niet langer zoeken. Dus dat, dit kunstwerk heeft dan ook nog een diepere zin. Ja, net zoals de andere kunstwerken. Net zo, altijd een diepere zin, want ja, een la-la dingetje kan ik niet maken. Er moet iets in zitten. Ja. En ja, ik probeer daar verder te gaan in gedachten. Ik maak ook een aantal gedichten. Ik heb met een vriend wat filmpjes gemaakt. Ook over wat diepere dingen. Wat wel een mooi beeld geeft, mooie muziek geeft. Maar ook, ja, denk eens na. Dat is dan heel mooi als afsluiting van deze expositie. Nou, dames en heren, zoals gezegd, de expositie loopt tot 30 mei. Welkom op zaterdag en zondag tussen 1 en 5 in het Terpkerkje.